Aankomen op het werk. Een hele aparte inkomst. Even eerst een timeslapje en dan de intro. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen van mijn kanaal. Dus bij deze. Ik ga me nu aandoen en beginnen te werken. Tot straks allemaal. Yo! Aangekomen. Ja, bijna toch. Dus daarom dat ik ook al stop met onride. Nu hebben jullie toch genoeg onride en timeslaps gezien voor vandaag. En ik ga mij alles zeggen. Dat is ook nog vandaag de Q&A. We moeten opnemen. Juist. Zal wel niet met hier in het hoekje zo beelden zijn. Jammer genoeg niet. En ik heb al mijn laptop bij. Dus ik ga ook dan proberen bij haar thuis de vlog te uploaden. Dat staat ook sowieso nog op mijn programma. Dat die nog wel ontijdig online is. Voilà, ik ben bij haar thuis aangekomen. En dan hopelijk zien jullie die haar zelfs ook nog wel in beeld. Even haar appen. Yeah. Zo mensen, ik verlaat nu Bea. Bea had geen goesting om even in beeld te komen. Ook begrijpelijk, want ze heeft vandaag weer al zeer, zeer, zeer slechte nieuws gekregen. En dat wil ik wel privé houden.
Dat heeft ze ook gevraagd en dan doe ik dat ook. Zij zou dat wel ooit eens wel eens zeggen in een vlog. Maar nu nog niet. Daar heb ik wel respect voor. Dan, over de Q&A. Ik zal er vandaag niet voor inzetten, want nu begin ik het wel te voelen dat ik moe begin te worden. Ik heb al de vlog, die van gisteren, maar ook vandaag al gerenderd werd, ook al geüpload via mijn gsm-netwerk, dus dat die ook tijdig online staat. Wat nog? Ah ja, wat heb ik ook nog vandaag gedaan op het wijk in Biwel? Het is 7:30 en ik ga nu nog overspreken over mijn werk in Sint-Truiden. Dat is, dus eerst ben ik begonnen met hondenstortjes in doosjes te steken. Zo per 12. Daarna werd ik naar de andere hal verhuisd. Ongekend dit hier. Mondmaskers, ja. En alle mondmaskers, ja, hangt elastiek. Dus deze elastiekske, dus niet van deze mondmaskers, maar zijn nog andere elastiekskes en die waren nog iets dikker. Die moesten op 35 centimeter, dus ja, zo, up, doorgebrand worden. Op 35 centimeter. En dat lukte mij niet zo goed. Niet verschieten, mensen, wat ik nu ga vertellen. Dat is dat ik het niet weet, want ik hoorde in de kruin getuiter. Ik weet ook niet waarom. Ik weet niet. Dus, niet verschieten wat ik nu ga vertellen. Nogmaals. 3/4 van de productie was fout. Ik kan je één ding zeggen, ik voel me daar zelf, voor mijn eigen, er niet goed mee. Ik voel me daar ook eigenlijk niet goed mee. Ik heb dat nu ook al bij het einde van het week ook nog eens gezegd geweest van, ik wil wel ander werk doen morgen, maar dan ga je dat ook nog krijgen. Wat er dan mooi nog op programma staat, niet veel. Dat is, ja, ik weet nog niet wat op programma staat. Sowieso naar Bea toe. Dat is dan ook al trek, ook al de voorlaatste dag voor gaan te werken. Want donderdag is het een feestdag, Hemelvaartdag. Ik ben niet zeker. Ik weet niet juist welke feestdag dat we hebben. Even de ramen toe doen. Oh, het is hier heet in mijn wagen. Dus donderdag is dan een feestdag, dus denk daar ook aan dat je niet één keer op school staat of op je werk bent. Ja, die blijven toe, want het is een feestdag. Jee. Even opletten op verkeer. Mijn pinker aandoen. Voor te zeggen, ja, ik moet nu naar links. Voilà, bij deze is dat ook gebeurd. Zit ik al op een andere rijvak.
Misschien nog twee fietsers. Het is nu 19:37 en het is 23 graden. En op mijn thermometer is het 22,5 graden. Dan weten jullie dat. En dan kijk ik ook nog soms zo van wie komt er allemaal uit Alke Centrum gereden. En wie zit er in dat kabinetje? Ken ik ook niet. Dat is het ene weer al achter de stuur te bellen. Ja, Big Brother ziet alles. Big Brother ziet alles. En dan gaan we nu de Jordijnstraat in. De Jordijnstraat. Welke straat? De Jordijnstraat. Ken ik niet. Dat is een Alleke. Een Alleke. Ja. Waar dat ik ook niet heb gefilmd ook bij Bea, dat is, ja, ze had het echt zeer moeilijk en ze heeft het nu ook nog heel moeilijk. Ik vind het heel raar dat ik er een klein beetje beter mee overweg kan dan zij. Maar toch, ja schat, ik weet dat je ook naar mijn vlog zit te kijken. Schatje, echt waar, hè. Zonder te zeveren, zonder te kakken. Zonder ik weet niet wat te doen. Allee, ga dan. Ik hou heel veel van jou. Ik wil je echt niet kwijt. Ik ga je ook niet laten vallen. Nooit niet. Echt niet. Want ik vertrouw jou. Jij laat mij ook goed voelen. Jij houdt mij ook in bepaalde dingen in bedwang. Wat ik ook heel goed vind. Dat ik nu moe ben. En dat je er ook altijd bent voor mij. Altijd. Ook als ik het moeilijk heb. Ook als ik ziek ben. Dat moet ik wel ook eerlijk toegeven. Als ik ziek ben, hè, dan zat je wel klaar voor mij. Dan zat je echt helemaal klaar voor mij. En dat mag iedereen ook weten. Als ik dan doodziek op bed lig, dan breng je mij bijvoorbeeld ook mijn drinkjes of etens als ik het nodig heb. En je bent er dan ook wel echt voor mij. Dat heb ik wel gemeen in deze 3 maanden. Want het is echt, echt heel eerlijk, hè, mensen. Echt waar, heel eerlijk. Het is echt heel stil. Heel stil op de straat. Op de appartementsblok van mij. Ja. Fuck, hebben ze met het voetbalveld gedaan? Ja, de competitie ligt toch stil, dus ze zijn precies wel echt al de afbraak bezig. Ja, want deze voetbalvelden, die gaan hier jammer genoeg weg. Mike Pinkster, als je ook kijkt, wij zijn heel trots op deze voetbalvelden. Laat deze voetbalvelden ook zijn hoe ze zijn. Maar ja, als er ook nieuw gras moet komen, ja, dan moet er ook wel nieuw gras komen, hè. Ik ga jullie even ook meenemen hoe het er nu uitziet. Als het lukt. Ook met mijn popsockets er wat uit te doen. Voilà. Dan pak ik jullie even ook eens mee. Kijk, hè. Tadaa! Zie eens, ze hebben overal het gras weggehaald. Heel van achter, daar zie je de grasvelden ook liggen. Dat hebben ze op één dag tijd gedaan, man. Aha, chapeau. Een hele grote oppervlakte, maar het is wel hun gelukt.
bij deze. Maar ja, bij deze ga ik ook wel dan de vlog zo wat beëindigen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de timelapse van ik kan niet voetballen. Ik kan echt niet voetballen. Hè. De kleine steentjes hier zo allemaal op de parking. Ik ben hier zo wat terug aan het shotten. Maar dat lukt niet te goed. Ik ben geen goede voetballer. Kan niet alles en alles goed zijn, hè mensen? Kan echt niet en alles goed zijn! Humbabalelalele, humbabaho. What the fuck? Waar heb ik toch allemaal goesting in? Ha. Ik heb een... Ah, jawel, ik ben nog wel nog iets vergeten in mijn auto. Mijn laptop. Dan moeten we die maar terug gaan halen, niet? Goed dat ik mijn vlog nog niet heb beëindigd. Nu kunnen jullie daar dan bij lachen. Ja, zei ik was de laptop vergeten. Ja. Hey Boeleke, ben ik al terug? Dat is snel, hè? We gaan nog niet weg. Ik kon gewoon nog iets uithalen. Voilà. Sessa. Deur te doen. Voilà. Bij deze ga ik wel de vlog eindigen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van de rijden en zeilen wanneer er een nieuwe vlog online komt. Of een nieuwe video. Tot morgen. Ciao.